Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben hier bij de Martini Tagata opening in Brussel. En we zijn ergens aan de kaai gestopt. En we gaan met de Martini partyboot naar de Tagata op kaai 1. We zijn kei benieuwd. Ik heb mijn vriend mee. En we gaan samen een paar lekkere martinis drinken. Het is 33 graden, dus het is gigantisch warm. Ik heb een outfit aan die volledig in de kleuren van Martini past, dus blauw maar rood. Dus I'm ready. Dat is de boot. Met Martini. Ik moest vandaag werken op stage en het is nu 6 uur. Ik heb mij gerust naar het Komono event en Komono winkel is hier. Het is in Antwerpen en ze gaan een nieuwe lijn uitbrengen vandaag en voorstellen de Neutro collectie. Dus ik ben kei benieuwd. Ja, je moet niet stoppen met babbelen, nee, anders is dat ook niet interessant, hè? Hallo! Hi! Say hi! We zijn bij Komono en we hebben allemaal een bril gekozen. Ik heb een zwarte kleur. Iedereen is zwart. Ja. Allemaal zwart? Oh, allee, saai. Die zijn ook beige, die zijn ook heel mooi. De nieuwe Neutro collectie, ja hè? Ja. Die willen nog nu? Ja, die heb ik even gekozen. Ja. Maar die had ik gekozen. Die. Ah, maar ik vind die bij u ook wel heel mooi. Ze zijn allebei mooi. Ze zijn allebei mooi. Oh, die zijn ook heel mooi. Zo'n speciale. Die is mooi, hè? Ja, die zijn tof. We zijn aan het wandelen naar St. Vincent. We zijn er bijna. We zouden direct zijn. En er gaat iets zijn om te eten, om te drinken. Kijk, we zijn er. Dus, ja, St. Vincent voor je neus. Jurgen? Ah! Wow. Nooit te zien. Nooit te zien. Yay! Oh my god, juice souls! Sorry, dat is de nieuwe Neutral collectie, kei mooi. 4 stijlen in 2 kleuren, in beige en in zwart. Ja.
van mij. Ze heeft mooi een examen. Stoot, meid. Stoot, dat hier zit. Dat mag niet. Ik ben weer aan het doen. Bij je is van het kimono-event. En, bij je is buiten eigenlijk. En ik ga nu dus mijn fietsje, de Stadsvelo, ja, pakken voor de laatste keer in Antwerpen waarschijnlijk. En dat is dus nog niet zo heel laat, maar het weer is opeens zo aan het veranderen. Zo. Zonnebril mee naar huis, dus echt super mooi. Het is een zonnebril van de Conscious lijn. Conscious. Dus die is gemaakt met duurzame materialen en zo, wat mega cool is. Ook de lenzen van de bril. Dus I'll keep you posted on that. Ik ga daar misschien wel nog een blogberichtje over schrijven, want dat is best wel interessant. Too much wind. Het is wel raar om hier te zitten, want het is mijn laatste dag. Op God, een laatste dag in Antwerpen. En morgen is mijn laatste stagedag. Oh my god. Het is echt kei snel gegaan die 3 maanden. En ik vind het echt jammer dat ik hier weg moet eigenlijk. Want Antwerpen is zo'n leuke stad. Zo'n bruisende stad. Zeker om te bloggen. Dit is the place to be. Gewoon, het is zo. En ja, ik ga het missen van die eventjes. Ik ga sowieso nog superveel events doen. Maar dan moet ik altijd pendelen. Dat gaat ook natuurlijk, maar het is gewoon super gemakkelijk als je hier een plekje hebt om te slapen. Ik wil jullie even mijn nieuwe zonnebril van Kimono tonen. Ik heb ook een kei mooi boek. Die ga ik sowieso op een van mijn tafeltjes in mijn nieuw appartement zetten. Want dat is kei mooi om naar te kijken ook. Dat is het doosje, Kimono, met Kimono teken. En als ik het open doe, zit er deze bril in. Dat is de Devon in black. Dus als je dicht kijkt, heeft hij allemaal spikkeltjes op het frame. En het is best wel een heel coole bril, vind ik. En hij is ook echt mooi aan. Ik ga hem eens aandoen. Niet zo makkelijk met één hand. Is het niet slecht, hè? Het is echt wel mooi. Ja, ik vind hem kei mooi. Ja, die ga ik sowieso veel aandoen deze zomer, want ik vertrek ook op reis binnenkort. En ik was echt nog aan het klagen dat ik niet veel mooie zonnebrillen heb. En nu de laatste maanden heb ik wel een paar mootjes op de kop kunnen tikken, dus ik ben er kei blij mee. En ja, ik mag jullie dat al vertellen, hè. Ik heb dus morgen mijn laatste dag bij Ona. En naar traditie brengen de stagiaires altijd, als ze weggaan, iets mee. Nu, we zijn met 3 stagiaires die vertrekken. We zijn alle 3 van Achtervelde. Dus we vertrekken samen. En we hebben, in elkaar gestoken een hele grote brunch. Allee, heel groot. Het is gewoon een toffe, lekkere brunch. Healthy. En toch kei lekker voor iedereen. Dus dat gaat kei leuk worden morgen. En ja, als jullie mijn stories en zo gevolgd hebben, zullen jullie dat allemaal al gezien hebben. Want tegen dat deze vlog online komt, is dat natuurlijk al gepasseerd. Ja, ik ben hen heel dankbaar voor alles dat ik geleerd heb. Want ik heb veel geleerd over de sector, veel geleerd over communicatie. En eigenlijk ook geleerd wat ik nog wil doen in de rest van mijn leven. Wat ik wil doen met mijn studies. En zeker ook veel over mezelf. Moesten jullie stage willen doen bij Ona, het is zeker een aanrader. Je hebt verschillende groepen. Je hebt fashion, je hebt food and beverages, je hebt deco. En nog iets, ik vergeet het. Beauty. How can I forget it? Ik ga afleggen, ik ga dit stoppen. Ik ga morgen verhuizen uit mijn kot hier in Antwerpen. Terug naar de zee, om dan volgende week alles van de zee terug naar Gent te verhuizen. Dus het wordt nog leuk. Bear with me. Nee, oké. Maar ik vind dat niet erg. Want dan kan ik eens een grote keuze doen. Het is nodig. Dus voilà. En bij deze stop ik met praten. Ik blijf altijd zo babbelen. Hè. Dat is echt niet goed. Dus bye bye.